Hallo, welkom in een nieuwe week met dus nieuwe content. En voor deze week werd ik geleid om iets te schrijven, iets mee te geven rond het thema hartbreuk. Daarom ook de titel Terug op je voeten na een hartbreuk of een scheiding. Want uiteindelijk, hoe begin je eraan? Hoe ga je verder na een hartbreuk of een echtscheiding? Wat is belangrijk om aandacht aan te geven? En hoe kan je jezelf eigenlijk dan voorbereiden op een nieuwe relatie? Maar nog belangrijker, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk gewoon weer gelukkig wordt? Nu, als er iets is wat ik ondertussen weet, is dat ik heel wat zaken meemaak in mijn eigen persoonlijke leven, om vanuit mijn ervaringen en de oplossingen die ik dan meekreeg van mijn gidsen, om dat eigenlijk met jullie te kunnen delen. En niet iedereen die me volgt zal te maken hebben met een echtscheiding, maar de meesten onder jullie hebben wel al ooit een hartbreuk gekend. Alles maar toen we als tiener op zoek waren naar vriendjes of vriendinnetjes. Of al is het maar verdriet doordat een diepe vriendschap plots voorbij is en je het eigenlijk totaal niet gaat zien aankomen. Nu, als tweelingvlam is het één van mijn taken om nieuwe informatie, nieuwe manieren om te leven, nieuwe manieren om relaties aan te gaan. Maar eigenlijk, met andere woorden, ook nieuwe templates op de aarde te ankeren, op aarde te gronden en die ook te verspreiden. Nu, iets waar je zelf niet doorheen gegaan bent, is heel moeilijk om dan eigenlijk uit te gaan leggen aan anderen. Want je mist de emotionele verbondenheid. En dat is iets wat ik geleerd heb, of dat mijn gidsen mij als inzicht meegegeven hebben. Waardoor dat ik eigenlijk zelf kon gaan begrijpen wat dat de reden is van alles wat ik doorheen ga, van alle zaken dat ik ondertussen heb ervaren en geleerd heb. En het hielp me ook om gemakkelijker alles te gaan plaatsen wat ik meegemaakt heb. En nog doorheen gaan. En mijn echtscheiding is daar één van. Het ligt al een tijdje klaar om daar iets over mee te geven, om daar iets over te delen. Maar tot voor kort eigenlijk voelde ik ook dat ik daar zelf nog niet klaar voor was. Omdat er nog een aantal zaken waren, een aantal inzichten waren, dat ik nog niet volledig gegrond had, nog niet volledig bemeesterd had of bemoeid gaan zeggen. Waardoor dat ik het eigenlijk niet, dat ik niet voelde dat ik het ook op een gedragen manier kon meegeven met jullie. Nu, en dus daarom wil ik jullie vandaag een aantal ervaringen en lessen meegeven die ik niet alleen aan de van mijn echtscheiding heb geleerd, maar ook door vorige relaties en door de connectie vooral ook met mijn tweelingvlam. Met als doel jou te tonen dat alles op een andere manier kan gaan, voorbij de ideeën, overtuigingen en systemen die we eigenlijk nu als gangbaar en als normaal kennen. Want wanneer je een relatie beëindigd hebt, dan zijn er heel wat zaken die gebeuren. Eerst en vooral is het niet zo dat de relatie van de ene dag op de andere dag voorbij is. Wanneer dat jullie beslissen om uit elkaar te gaan en elkaar los te laten, dan mag je beseffen dat er energetisch gezien ook al heel veel zaken gebeurd zijn en dat er al veel meer aan de hand is en was dan wat je nu ziet gebeuren in de realiteit. En in vorige blogs en podcasts heb ik al gesproken en geschreven over het feit dat relaties hun aantrekking verliezen wanneer dat de relatie zijn nut heeft gehad. Dat wetende zal jou ook helpen in het rouwproces na het beëindigen van je relatie. En om de relatie en alles wat ermee verbonden is en was los te laten. Want hoe goed of hoe slecht die relatie ook was, het feit dat je verdriet, ontgoocheling, boosheid, frustratie of gelijk welke emotie voelt, dat maakt het belangrijk is dat je de tijd neemt om die emotie volledig te gaan doorvoelen, te gaan erkennen. Want dat zal je ook helpen om een nieuwe relatie aan te gaan. Want een nieuwe relatie begint nooit op het punt dat de volgende persoon plots voor je neus staat. Het begint wel met hoe je de vorige relatie afsluit. En als jij de bagage eigenlijk uit al je vorige relaties meeneemt in je toekomstige relaties, in plaats van je lessen te leren, en dus eigenlijk gewoon je rugzak iedere keer gaat gaan leren in de volgende relatie, dan ga je ook alleen maar meer en gelijkaardige problemen gaan creëren en gaan vormgeven in je al toekomstige relaties. En dat komt dan niet zozeer door die ander, want de ander, de partner, jouw partner op dat moment, triggert en speelt enkel datgene in jou wat dan niet in balans is. Dat betekent dus, door jouw onzuiverheden, door jouw trauma's en kwetsuren, breng je eigenlijk disbalans in de relatie. Dus je eigen disbalans geef je vorm, creëer je, stuur je, laat je stromen in je relatie.
En natuurlijk doet de andere dat ook. Maar daar heb je geen controle over. En op zich is dat niet erg, want wellicht komt die persoon op jouw pad om jou te helpen bewustzijn te krijgen rond je schaduw en rond je disbalans. Alleen als je altijd de problemen projecteert op de ander en verwachtingen afvuurt op je partner, zonder rekening te houden dat de ander ook zijn eigen proces en zijn eigen groei te doen heeft, te gaan heeft, is dat eigenlijk dan gewoon maar de basis voor nog meer hartbreuk en het hoogleven. En dus als je een relatie wilt vanuit ware liefde, dan mag je beginnen met die liefde aan jezelf te geven. Eerst en vooral door de tijd te nemen om te rouwen. Om te evalueren wat er verkeerd gegaan is en hoe dat de relatiedynamiek was. En dan vervolgens je beste leven te leven, zodat je iemand aantrekt die past bij je werkelijke jij. Bij degene waar je werkelijk bent, bij je authentieke essentie. In plaats van iemand die jouw gebroken zelf zal gaan weerspiegelen. Weet dat het oké is om verdrietig te zijn. Weet dat het oké is om te huilen om het verlies. Want je mag niet vergeten dat je niet zozeer rouwt om de persoon die je loslaat, nog om de relatie die je had, dat ook natuurlijk, maar veel eer gaat het om het verlies van een stuk van je eigen identiteit. Je neemt afscheid van een beeld dat je had over wie dat je dacht dat je was. En dat doet pijn, dat is logisch. Beseffen dat je toekomst toch niet zal zijn zoals dat jij het in je hoofd had. Zo had ik mezelf bijvoorbeeld nooit gezien als een gescheiden vrouw met kinderen. Ik had nooit gedacht dat mijn kinderen gescheiden ouders zouden hebben. En dat inzicht, die confrontatie, dat die pijn. Echter, dat zegt in wezen niets over wie ik werkelijk ben. En weten dat niet zomaar iets gebeurt in je leven en dat wat niet op je pad komt of de dingen die uit je leven verdwijnen, dat allemaal beseffen dat dat allemaal vanuit een groter geheel gebeurt, dat helpt je om alles een stukje te plaatsen, alles een stukje los te laten. Bovendien, datgene wat verdwijnt, is omdat het enkel nog tot je verleden behoort en dus niet langer tot je toekomst. Het past niet meer bij wie dat je geworden bent. Dus mooi mens, hoe pijn dat het ook doet om iemand los te laten, om een situatie los te laten, om een manier van leven los te laten, zorg ervoor en laat angst je het geluk niet uit je leven halen. Dus laat angst je toekomst niet bepalen. Laat je verleden je toekomst niet bepalen. Het leven dat we leiden is eigenlijk het pad lopen terug naar liefde, terug naar eenheid. En dat is een weten, dat is iets die al heel lang, heel diep in mijn ziel resoneert. Maar nu ik het pad samenloop met mijn tweelingvlam, merk ik ook dat het iets is waarover dat wij inzichten mogen delen en moeten delen met jou. Ten slotte, alles is liefde. Jij bent liefde. Maar doorheen de evolutie als mens, doorheen ons opgroeien als mens, zijn we zo ver weg van het pad dat we eigenlijk niet meer weten wie dat we zijn. En we weten hierdoor ook niet meer hoe dat we zuivere relaties aangaan. Wat ik vaak zie gebeuren bij klanten en waar ik eerlijk gezegd ook zelf tegenaan gelopen ben, is het feit dat we in relaties zo in elkaar verweven geraken met onze partner en eigenlijk op elk vlak van ons leven met die partner, dat we tot op het punt komen dat we onze eigen identiteit verloren zijn. Vanuit de leegte dat we voelen, willen we weer gaan verbinden. We willen eenheid voelen, ervaren dat we bij iemand horen. En deze behoefte komt voort van het feit dat onze ziel zich herinnert hoe dat was om deel uit te maken van de bron. Sinds de ziel zich afgescheiden heeft, is er eigenlijk de illusie dat we alleen zijn, dat we alles alleen moeten doen, dat er niemand is die weet, voelt, hoort, ziet waar we doorheen gaan. En als er dan natuurlijk iemand op je pad komt waar je connectie mee voelt, dan verwarren we dat vaak met ware liefde. En eigenlijk het enige waar we constant naar op zoek zijn, is eenheid en verbinding voelen. Voelen dat we ertoe doen, voelen dat we waard zijn, dat we gezien zijn. Want dat is het dichtste bij de onvoorwaardelijke liefde die we kennen, vanuit toen, het moment dat we nog één waren met de bron. Maar wanneer we dan eenmaal in relatie zijn met die andere, dan voelen we dat de andere eigenlijk ook niet volledig zichzelf is, of dat het toch nog niet hetgene is wat we zoeken. En de ander vult die leegte in onszelf nog niet volledig, waardoor we ons gaan aanpassen aan de ander. In de hoop je nog meer verbonden te gaan voelen. En je zal zien dat in de ene relatie zie je dat heel hard gebeuren. En zeker als het over een relatie van iemand anders gaat. En in een andere relatie is dat een dynamiek die heel subtiel gebeurt. En wat je vaak, als het over jezelf gaat, ook heel onbewust gebeurt.
Zelf voelde ik altijd heel fijn aan wat de ander nodig had. Niet alleen in relaties, maar ook in vriendschappelijke relaties. En dat is eigenlijk vanuit de compassie en de liefde die ik voelde voor de ander, ging ik mezelf als van, helemaal automatisch, eigenlijk onbewust, gaan aanpassen aan de ander. En door het feit dat ik me daar niet bewust van was, zorgde dat er natuurlijk voor dat het een hele tijd duurde voordat ik me bewust was en dat ik eigenlijk uit die dynamiek kon stappen. Om een voorbeeld te geven, zo had ik ooit een vriend die van horrorfilms hield. En wel, dan keek ik mee en vertelde ik mezelf eigenlijk ook dat ik dat fijn vond. Terwijl, zoveel jaren later, ik nu heel goed weet dat ik totaal geen fan ben van dergelijke films. En dat durf ik nu ook voor uitkomen, want dat is niet erg. Iedereen heeft zijn eigen interesses, zijn eigen zaken waar hij graag naar kijkt en wat niet. Maar door mezelf beter te kennen, door meer en meer mijn ware zelf te zijn op elk moment van de dag en in elke relatie, zijn de mensen waar ik mee omga ook een reflectie van wie ik ben. Ik voel heel goed aan wie bij me past en waar ik niet mee resoneer. Ik voel aan wie dat de mensen zijn dat ik verder kan helpen. Wie dat de mensen zijn die eigenlijk energie en tijd van mij mogen ontvangen, omdat het ook gelijk terugkomt. Mijn tweelingvlam was eigenlijk de duidelijkste spiegel op dit vlak. Want hoe meer dat ik mezelf zou aanpassen aan wie dat hij was en van waar dat ik voelde en dacht dat hij nodig had, hoe meer ik hem wegduwde. Omgekeerd leerde ik dan ook dat hoe meer ik mezelf ben en mijn ware essentie in mijn lichaam liet komen en eigenlijk van daaruit zaken in het leven ging gaan doen en gewoon kort aan mijn leven leidde, hoe meer dat mijn energie als een magneet werkte voor zijn energie. En zo werkt het ook met jouw soulmate. Wanneer dat jij niet jezelf bent, ga je mensen aantrekken die op diezelfde frequentie zitten. Maar eigenlijk passen die niet zo goed bij jou, omdat jij jezelf niet bent op dat moment. Je bent ook maar een stukje, een frequentie van, of misschien de helft, of zelfs nog niet de helft van wie dat je werkelijk bent. En daarom is werken aan jezelf ook goed om een relatie aan te trekken die jou de vervulling geeft die je nodig hebt. De vervulling waar je ziel naar verlangt. En dat zal een relatie zijn die perfect bij je past. Wat dan niet hetzelfde is als een perfecte relatie, want 1, dat bestaat niet, en 2, een perfecte relatie is voor iedereen anders. Dus wil je eenheid ervaren in je romantische relatie, dan is het belangrijk om je individualiteit niet op te geven. Jezelf aan de kant zetten, een liefde voor de ander, dat is geen liefde, maar dat is opoffering en een teken van te weinig zelfliefde, te weinig zelfvertrouwen en te weinig zelfwaarde. Ware onvoorwaardelijke liefde vraagt niet om jezelf te veranderen. Integendeel, hoe verder dat je van jezelf afgeweken bent, hoe meer dat je jouw goddelijke partner, jouw soulmate, van je weg duwt. Iemand anders aantrekken of gewoon zelfs verwachten dat iemand anders dan jezelf die leegte zal vullen dat je in jezelf voelt, ga je nooit het geluk geven waar je zin naar verlangt. Het enige wat je zal creëren en vormgeven zijn nog meer moeilijkheden, frustraties, ontgoocheling en verdriet. En een van de eigenschappen van het nieuwe template waar daar relaties aan voldoen of mogen aan voldoen, is dan ook dat je je partner vrij laat. Ten slotte, wat je van houdt, laat je vrij. En natuurlijk rekening houden met je eigen grenzen en je eigen behoeften. En die lijn doorgetrokken, niet alleen de relaties krijgen een nieuwe template, maar ook de manier waarop we relaties gaan beëindigen en afronden. De manier waarop we naar echtscheidingen gaan kijken, mogen op een andere manier verlopen. Want toen ik samen met mijn ex besloot om te scheiden, gaven mijn gidsen heel duidelijk aan dat het een zaak was tussen mezelf en mijn ex. Niemand anders had daar verantwoordelijkheid in en zeggenschap in. En door het op deze manier te behandelen, hebben wij de echtscheiding op een vredevolle manier kunnen regelen. Vanuit de liefde en respect dat we nog hadden voor elkaar en voor onze kinderen, konden we eigenlijk alles op een rustige manier gaan verwerken. Enkel ons gezin, dus dat was ikzelf, mijn ex en mijn kinderen, wisten dat we besloten hadden om te gaan scheiden. En door het op een andere manier te gaan bekijken, op een andere manier gaan aan te pakken, dan waarop dat de meeste mensen het zien, namelijk scheiden is lijden, dan konden we tonen aan de wereld dat scheiden niet per se moeilijk, lastig of alleen maar ruzie maken is. Mijn zoon zei zelfs, mama, het is net alsof jullie het uitmaken met elkaar. Gewoon net zoals dat lagere schoolkinderen doen. Wil je het aanmaken met mij? Wil je mijn vriendje zijn? Ja, nee, oké, het is voorbij. Ik voel het niet meer, het is oké, het is voorbij. Even goede vrienden. En hij had gelijk.
Het is er niet omdat je wat gaat schijnen of uit elkaar gaat dat je plots elkaars aardsvijanden moet zijn, integendeel. Jullie hebben een verleden samen, dus probeer er dan ook samen uit te komen. En onthoud dat het niet de liefde is die jullie de pijn bezorgde, maar wel je eigen bagage en je eigen gekwetstheden. Toen jullie voor elkaar kozen, heb je ook niemand zijn mening of goedkeuring gevraagd. Tenminste, als je dat wel zou gedaan hebben, dat hoefde eigenlijk toen ook niet. Je volgde toen je hart en je intuïtie, dus waarom zou je het nu plots anders gaan doen? En wat hij ook beslist of welke keuze hij ook maakte, onthoud dat mensen altijd ongevraagd en goed bedoeld hun mening en oordeel zullen geven. Maar echter, zoals ik eerder al aangaf, jij leeft niet hun leven, jij leeft het jouwe, met jouw lessen, met jouw wijsheid. Dus mensen geven hun mening vanuit hun eigen referentiekader, maar dat is ook vanuit hun eigen waarden die zij geërfd hebben van hun ouders, hun familie en hun vrienden. Maar dat is totaal niet wie jij bent. Dus logisch gezien is hun oplossing niet jouw oplossing. Jij mag het zelf bedenken hoe dat je het zal afhandelen, want ook daarin zit een les voor jou. Bijvoorbeeld, heb je samen een huis gekocht? Denk dan niet onmiddellijk aan verkopen of uitkopen omdat iemand anders dat gedaan heeft. Misschien kunnen jullie tijdelijk nog samen blijven wonen. Het voordeel is dat je hierdoor alle praktische maatregelen verspreidt in de tijd en hierdoor jezelf al meer ademruimte geeft om alles emotioneel te verwerken, maar alles ook op een zodanige manier te gaan doen, zodanig dat het zowel goed is voor jou als voor je ex-partner. Zelf besloten wij dat het praktisch gezien, financieel gezien en vooral ook voor de kinderen beter was om tijdelijk nog eventjes samen te wonen. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt en stemmen ook regelmatig af bij elkaar wanneer dat er iets verandert. En ook hierin is het belangrijk om open en eerlijk te communiceren. En ja, dat is niet altijd even gemakkelijk, want het stuk gekwetstheid zit er nog, het stuk rond falen zit er nog, het stuk rond wat we hadden is voorbij, dat blijft. Zeker in het begin. Maar tegelijkertijd geeft dat je ook de kans om de relatie of jullie huwelijk of wat jullie ook hadden op een mooie manier af te ronden. Vaak zorgt de onduidelijkheid over de toekomst ook voor stress en onzekerheid. Maar wanneer je altijd blijft focussen op je eigen geluk en voor de zaken kiest die voor jou hoogste goed zijn, zal je automatisch ook beslissingen nemen die ook goed zijn voor anderen. Ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo in de realiteit. En let op, dan bedoel ik zeker niet dat je egoïstische beslissingen moet gaan nemen. Zeker niet. En ook geen beslissing moet nemen puur en alleen om materie. Want het gaat nooit om materie. Het gaat wel om de lessen die jij hieruit te leren hebt. Dus, ik denk wel dat je begrijpt waar ik naar heen wil en wat ik bedoel. Zeker als je deze video of hier nu naar luistert, dan ben je wakkere ziel of ben je toch tenminste in het begin van je bewustzijnsproces. En dan zal je begrijpen en vooral ook voelen waar dat ik het over heb. Nu, ongeacht hoe dat jij jouw scheiding of het einde van de relatie aanpakt, nu, in de toekomst of in het verleden, zorg dat het past bij wie dat jij bent. Het zal jou helpen om op een zuivere manier in een volgende relatie te stappen. Al is maar de relatie gewoon met jezelf. En dat is waar dat uiteindelijk allemaal om gaat. Dat jij opnieuw gelukkig bent. En het gaat nooit om iemand anders. Het gaat zelfs niet om mij in dit verhaal. Het gaat om hoe dat jij opnieuw gelukkig kan worden. En daar mag jij je focus, je tijd en je energie aan toewijden. Zo, dat is hetgeen wat ik wil delen rond hartbreuk en hartzeer. En ik hoop dat het jou wat een aantal inzichten heeft gegeven. Moest het zijn dat je zelf merkt dat je inderdaad tegen een echtscheiding of een hartbreuk aanloopt en het geen plaats kan geven of niet ziet waar dat de les zit of de dingen die je nou mag leren, dan mag je mij natuurlijk altijd contacteren en dan kijken we samen op welke manier dat je het inderdaad weer verder kan en opnieuw gelukkig kan worden. Want dat is uiteindelijk mijn enige doel. Zo, dat was het voor deze video en ik hoop dat jullie opnieuw te ontmoeten, ofwel in de sessie, één op één, ofwel in de volgende content dat ik met jullie deel. Dag!